Ben jij vaak de grappigste thuis? Dan is misschien een carrière als cabaretier wel iets voor jou. De Koningstheateracademie in Den Bos leidt met zijn hbo-opleiding cabaret studenten op tot cabaretier. En is daarmee de enige in Nederland. Ze organiseren drie maal per jaar het festival Kunstmest. En afgelopen vrijdag vond dat festival plaats in de Tillyander in Oosterwijk. Deze voorstelling stond volledig in het teken van een veiling van cabaretiers. Ja, die voorstelling dat is een editie van ons uh, project Kunstmest. Een aantal keer per jaar maken we dat. En dat is eigenlijk een project waarin de studenten van de academie uh, geen gewone lessen volgen, maar in een aantal weken, of in deze editie zelfs in één week tijd, uh, non-stop bezig zijn met het maken van die voorstelling. En daarvoor kiezen we eigenlijk vaak. Een plek, een theater, een gebouw, uh, en we kijken dan altijd hoe kunnen we het hele gebouw zo optimaal benutten. Dus er wordt door de studenten gespeeld in de theaterzaal, maar ook op alle andere plekken in de kleedkamers, toiletten, uh, alle plekken die niet bedoeld zijn om te spelen. Daar willen we ze graag laten spelen. Tijdens de verschillende voorstellingen in het gebouw kregen de bezoekers een goed beeld van wat de cabaretstudenten kennen en kunnen. Ze konden aan het einde van de middag bepalen welke cabaretiers ze het leukste vonden. En hierna konden ze een thema in de praktijk brengen. Dan gaat het daadwerkelijk geveld worden. Uh, dus het is voor het publiek eigenlijk uh, de keus. Als ze uh, talent hebben gezien wat hen onwijs aanspreekt, dan kunnen ze daarop bieden. Uh, en waar bied je dan op? Uh, op een cabaretier. Dus het idee is dat je een cabaretier in huis haalt. Dat de opleiding aan het Koningstheater de enige cabaretopleiding in Nederland is, daar zijn ze trots op. Ze maken ook geen onderdeel uit van een andere theateropleiding. Ja, het is een op zichzelf staande opleiding en we zijn echt uh, enkel gefocust op cabaret. Uh, dus cabaret is altijd de vorm, maar daarin is het heel erg uh, mogelijk voor studenten om te kijken wat is dan mijn cabaretvorm. Dus ze studeren mensen af met alleen een liedjesprogramma, ze studeren mensen af met een heel absurdistische cabaretvoorstelling of met een meer uh, gangbare uh, conferencevorm. Uh, nou, dat.